Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Eén is een beetje te vroeg wakker. Ik kan hier altijd wel wat beren horen bij andere reden. Dus dan ga ik even kijken hoe we hiermee aan moeten, want ze weten het even niet. En dan gaan Niels en ik lekker ontbijten. Het filmpje dat kinderen altijd alles verkiezen boven speelgoed. Dit dus. Eigenlijk ontbijten hierna, denk ik. Ik zie nou die flower. Een supercamera. Supercamera's. Camera's gewoon camera. Vier. Kijken. Mijn oom is er en die is al jaren trouwe kijker. Dus bij deze ziet hij zichzelf. Maar die zijn even een Lego boek aan het lezen. En Elen ligt te slapen. Die is natuurlijk volledig uit het menu. Als die wel kort gaan, misschien even lekker naar buiten. Misschien even een taartje. Want het is regen, dus buiten spelen we niet wel zien. Ja, dus wat gaan we denk ik doen? Ik heb het al ingenomen. Zeker zo. Goed. Komt goed. Zo, wij gaan even bij een cafeetje in de buurt lekker zitten. En dan heb ik even wakker gemaakt, want die zit natuurlijk helemaal niet in de ritme nu. Dus allemaal wakker maken en dan zo meteen er fruit. Hier is de paraplu mee, want het regent een beetje. Zo, mijn oom was hier, was heel gezellig. En het is inmiddels al kort over vier. Even kijken, mijn moeder was even met de kids naar buiten. Ik was even naar de apotheek. Niels wilde gaan op zijn trapperfiets. Tenminste, we dachten dat Niels het leukste vindt om met zijn trapperfiets te gaan. En dus, ja, dan is de apotheek net iets te ver. Of in ieder geval, dat is, nou goed, dat doet ze niet toe. Ik ging even naar de apotheek. En zij is eventjes gedrieën op pad. Ik ben echt heel moe en ik heb echt enorme hoofdpijn. Ik heb vandaag al een paar keer paracetamol, ik heb paracetamol ingenomen. Ik ga het zo weer doen. En ik heb een colaatje gehaald in de hoop dat iets doet tegen de moeheid. Ah, oh, ik weet niet wat ik heb. En dan moet je de tent opzetten. En dan is er een kop mee. Hè? Die gaat... We zijn hier even, met de beer aan het stoeien. Ze hadden mannen op het grote bed aan het stoeien zijn. Even hier de beer aan het pakken. Wij zitten met lekkere hapjes op de bank en we gaan nu Black Mirror kijken. We hebben, Sven heeft twee afleveringen gezien, ik één. Maar ik vond het echt, het was, die heette 15 Million Marriage, maar ik vond het verschrikkelijk. Maar goed, ze zijn allemaal anders en we willen toch nog een keer een poging wagen, want hij heeft wel een hele hoge score op IMDb. Dus we gaan ervoor. We gaan nu kijken The Entire History of You. Goedemorgen, het is zaterdag en... Niels heeft uitgeslapen. Dus ik werd op een gegeven moment wakker om 7:10. En toen dacht ik, Niels is er nog niet. Ik dacht, blijf nog even lekker liggen. En uiteindelijk, hoe laat kwam hij eruit? 7:50 of zo. Toen was ik inmiddels al wel gewoon een beetje op mijn telefoon aan het scrollen. Sven, die staat tegenwoordig heel vroeg op. Dus die was echt al lang uit de veren. En blijkbaar was Eden om 7:10 al wakker. Dus... hij was bij Eden en ik hoorde er wel. Maar ik dacht, Sven is erbij, dus dan hoef ik niet uit mijn bed. Dus dat was eigenlijk top. Alleen nu zit ze dus weer, net als gisteren, totaal niet in het ritme. Het gekke is dus, ja, ze werd wakker van de poepluier. Dat was een beetje jammer. Want ze heeft om 4:00 vannacht, of 3:00 was het, 3:00 nog een fles gehad. Want ze wilde gewoon eten, ze had gewoon bittere honger. Terwijl ze om 11:00 dus ook nog een fles krijgt, hè. Ja, ik denk dat ze een soort groeispurtje heeft. Dus ze zit even helemaal niet in de ritme. En ik denk dat het ook komt nadat ik vorige week heeft ze gewoon natuurlijk bijna niet gegeten en gedronken. Dus ik denk dat ze nu gewoon inhaalt. En nou ja, dus het hele ritme is zoek. Maar goed. Ik ga zo meteen sporten. Niels gaat zo meteen sporten. Ik zie echt laatst een spook hier. Niels en ik hebben lekker een omeletje. Is dit heet? Is dit? Ja. Ik heb het laten zien, Niels. Kijk. Niels heeft een hartje voor mij getekend, want hij is verliefd op mij. Maar niet steeds een nieuw blaadje pakken, zonder van de bomen. Wat ga je tekenen?
een Ninja Pro Max gemaakt. Een Ninja Pro Max? Wat is dat? Maar kijk, dat pakken ze zo leuk in. Dat is toch helemaal... Kijk Sven, het is toch helemaal... Het is helemaal geen cadeauverpakking, maar gewoon... Word je gewoon vrolijk van. Ik heb gewoon mooie popjes erop. En een leuk kaartje erbij. Weet je wat hierin zit, Elin? Dit is voor jou. Ga maar eens kijken. Ga maar eens kijken, wat is dat? Kijk, dit is het. Het zijn twee siliconen slabbetjes. Voor messy little eaters. Kijk, wat schattig. Een roze en een beetje een houtroze. Bijna paars. Ik dacht, dat is wel handig, want die kan je gewoon onder de kraan afspoelen en je kan ze in de vatenwasser doen. En ik word helemaal gestoord van die dingetjes wassen. Ik heb nu van die kleine slabbetjes van Primark, maar ja, die durf ik dan niet echt in de droger te doen. En ja, het is allemaal irritant. En ik dacht, dit is gewoon ook wat beter. Die kan je gewoon even snel afspoelen, dat is klaar. En als ze echt heel vies zijn, dan doe je ze dus in de vaatwasser. En die kan je gewoon op heel veel strakte zetten. Dus ik dacht, dit is echt super handig. Het zijn er twee. Dit is de eerste. Oh, die is mooi, hè? Die is mooi, kijk eens. En dit is die andere. Handig, hè? Nou, we testen meteen uit. Onder het genot van een bammetje. Want daar kwamen we net allemaal niet meer aan toe vanwege het schema wat in de war is. Oeh. Ben je nog aan het kouwen? Zonder tandjes? Ja. Wij zijn aan de wandel en Elin zit tegenwoordig in plaats van dat het een biechtbakje is. Dus ik vind het heel leuk. Alleen wat ze steeds doet, is ze gaat hier, zeg maar, op die band, gaat ze er voet leggen. Dus vandaar dat we zo dan zit die voet dus uit. Dus misschien een beetje aan de frissige kant. Aan de frissige kant. Zo, die is er aan het spelen. Ik heb gisteren allemaal kleding uitgezocht die niet meer in de goede maat was, is. En die ga ik allemaal even in deze zak doen. Dus druk bezig met proberen te kruipen. Dus ze gooit steeds die vogel verder weg en dan gaat ze proberen te pakken. En dan gaan echt die beentjes. Kijk, dat is hem weg, hop. En dan doe ik vaak even zo. Dan kan ze zich afzetten tegen mijn voeten. En dan gaat ze echt zo. Goed zo! Goed zo! Goed zo! Goed zo! Nog een klein stukje. Oh, bijna. Goed zo! En bij zo'n twee telepassen dan op, gaat ze weer gooien. En gaat ze weer staan. Ik heb net even een peeling gedaan, zo'n mini peeling. En we zitten nu klaar voor, tenminste, we nog niet, maar we zitten bijna klaar voor Wie is de Mol. Want Elin die wil niet echt slapen, die is hondsmoe, maar ze kan ze er even niet bij neerleggen. Dus nou, zodra zij de rust heeft gevonden, kunnen wij beginnen. Dan is hij nog aan het zingen, maar goed, die is altijd nog eventjes aan het zingen. We proberen hem nu wel maar 1 uurtje tussen de middag te laten slapen, maar hij heeft het wel echt nodig. Alleen, dan moet je echt een beetje op tijd om laten slapen en ja, niet te lang. En dan zingt hij niet de hele avond. Oké, ik ga beginnen. Ik ga een pauze zetten. Goed!
Goedemorgen, het is zondag. En Ene gaat weer lekker een fruitapje eten. Ik wacht heel snel tot de wasklaar is. Ik kan het niet meteen weer droog gooien. En dan gaan we lekker een fruitapje eten. We eten vandaag. Dat is niet op de rommel, we zijn weer even aan het opruimen voor de appels. Ongelooflijk. We eten vandaag appelbosbes. Gewoon weer zo eentje, want zij vindt gewoon echt die zachte structuur heel fijn. Of ze wil echt stukken. Maar ze heeft natuurlijk nul tandjes. Dus met die stukjes, dat doen we soms. Maar ja, meestal wordt het gewoon op deze manier, want dan eet ze wel meer. Dus dat ga ik aan haar geven. En ze heeft een nieuwe slangetje om. Ja, dit vindt ze zo mooi, hè. Och man, helemaal druifnat al. We zitten bij het Nijntje Museum, het is echt gierend druk. Maar goed, Niels heeft een fiets en die heeft de tijd van zijn leven. Niels heeft een dokterspak aan, of eigenlijk zuster. Zo, de was hangt. Wij zijn weer thuis, het was echt super gezellig. En nu ben ik die wortelmuffins ga ik maken. Deze. Ik heb nu de appel, wortel en banaan hierheen, dus die ga ik nu blenden. Trouwens, tipje, wat we doen als wij gaan koken, zijn ze om te koken. Dan geven we Niels altijd wat snackgroenten. En die eet hij dan tijdens een filmpje. Hij mag dan even tv kijken. Onder het koken, dan zit hij dus, heeft hij al flink veel groente. Hij heeft nu wortel en komkommer op, soms wel paprika, soms tomaat. En dan heeft hij dus heel wat groente binnen. Tipje. Goed, aan de slag. Dit is af, maar we eten ook nu zo meteen groentetaart. Dat hebben we gemaakt. Dus ik wacht even om dit in de oven doen. Ga ik eerst één eten geven. De eten was trouwens echt heel leuk. Het was wel erg veel gedrukt natuurlijk in het weekend. Maar goed. Ik ga nu eventjes even een joggingbroek aandoen. Want dan zit ik niet zo meteen onder de smurrie van Evelyn. Niet dat ik nu echt, maar goed, weet je, wit is toch niet heel handig. Dus dat ga ik doen. Ik hou mijn haar lekker vast. Zonboek aan en dan ga ik één eten geven. Goedemorgen, het is maandag en ik ga zo naar mijn werk. Mijn vader is er bij de kids. Mama komt volgens mij straks ook nog. Dus dan moet ik hier wat mee. Het stond echt buiten. Ik ga niet heel veel met mijn haar doen, maar misschien helemaal niet. Borsteltje erheen, wat ik trouwens meestal niet eens doe, maar voor mijn werk vind ik het altijd wel de oude bedlook misschien een beetje te gortig. We hebben voor het eerst in een paar nachten weer geen fles gehad vannacht, dus daar waren wij zelf wel zeer blij mee. Dus we gaan nog steeds die fles van 11 uur niet afbouwen. Ik denk dat ze gewoon eventjes weer op kracht moest komen
na de, dat ze ziek was geweest. Dus ik denk dat we misschien volgende week of zo die 11 uur fles uit gaan proberen te halen. Ik ga even kijken, want we hebben Divax. Die van 200 nog wat, maar daar kunnen we dus niet zeg maar en een extra schep melk in doen en rijst doen. Dus dat moet dan altijd of-of. Dus ik dacht misschien is het handiger als we eentje doen die iets groter is. Ik heb andere flessen, maar die wil ze niet. Ik ga even kijken of er misschien nog een grotere diefrax is. Dat weet ik eigenlijk niet. Dit is een beetje droog shampoo. Niet een hele heftige. Dat moet morgen ook nog van mij. Maar, ja, van de reden. Dan was het alweer een beetje vettig. Ik heb een blouseje aan. Even een broek toe. Met een soort van gestreken, omdat ik gelukkig normaal, ik strijk echt normaal nooit dingen, behalve Elin's lakentjes. En daar had ik het toevallig nog van, had ik het strijkijs nog van staan. Toen dacht ik, nou misschien is het wel goed, maar het is niet het makkelijkste stofje. Maar dan had het als de dood en ik er doorheen brand of zo. Weet ik veel. Zo. Dit is een blouseje en dan gewoon een grijze, hele donkergrijze spijkerbroek. En dan ga ik naar mijn werk. Dan ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!